Vanavond zijn we bij Hans aan. En we zijn bij Rebecca. En vanavond wordt mijn hand gelezen. Dat vind ik dus heel, heel raar dat je aan lijnen op handen iets kan zien over mensen. Toch? Of is dat het niet? Om meteen maar even één ding uit de wereld te helpen. We kijken niet alleen naar de lijnen. We kijken naar alles van je hand. Oh. Dus we kijken ook naar de vorm van je hand. We kijken naar de lengte van je vingers. We kijken naar de nagels. We kijken naar dingen als soepelheid van je duimen, van je vingers. Oh, dat ga je ook allemaal nog nakijken dan? Ja, je lijnen die veranderen eigenlijk gedurende je hele leven. Dus dat is ook het mooie, het staat niet vast. Nee. Mensen in ontwikkeling en je handen en ook je lijnen ontwikkelen zich mee. Goh. Ik zeg meestal van, ik ben een soort handentolk. Ik tolk tussen jouw handen en jezelf. Ja. Ik ben de vertaler. Je bent de vertaler. Ik zorg dat je je eigen handen begrijpt. Ja, even zo snel. Ja. Nou, ik ga hem in eerste instantie heel voorzichtig een eerste laagje aanbrengen. Even wat meer. Nou, dan zie je al dat de lijnen mooi zichtbaar worden. Ja. Mag je de hand plat op papier leggen? Je hoeft niet heel hard aan te drukken. Nee. Maar gewoon hier. Ik teken hem even om. Oké, nou gaan we even kijken hoe die geworden is. Waar ik op let, of de afdruk goed is, is of ik de lijnen, echt de details in de lijnen goed kan zien. Hè. Dus dit is een prima afdruk om mee te werken. Moet je mijn duim nog hebben? Kijken of er genoeg inkt op zit. Oh. Oh. Doe maar even zo. Nou. Ja hoor, is goed zichtbaar. Oh. Prima. Oké. Okay. Ik kijk nu even naar de lengte van je vingers. Ja. En dan kijk ik niet zeg maar de objectieve lengte, maar ik kijk hoe de lengte zich ten opzichte van elkaar verhoudt. Oh ja. Als ik naar jouw rechterhand kijk, dan kijk ik dus echt naar je maatschappelijke hand. Dat is de hand waarmee je uitdrukking wil geven in de maatschappij van je kwaliteiten. Dan valt daarop dat je hier op de afdruk althans zit. Ja. Ik zal hem ook in je hand aanwijzen. Dat je hier een mooie lijn hebt lopen. En dit noemen we, handlezers noemen dat de Apollo-lijn. Heeft onder andere te maken met, kun je jezelf uitdrukken in de wereld? Kun je jezelf neerzetten? Kun je laten zien wie je bent in vorm? Nou is het grappige dat jij van binnen, deze lijn laat eigenlijk zien dat je van binnen heel veel creativiteit hebt. Ja. Je zit ook vol borrelen en bruisen. Ja, ja. Maatschappelijk zeker, op creatief gebied. Alleen dat je in het leven nog niet voldoende mogelijkheden hebt ontwikkeld om die creativiteit naar buiten te brengen. Dus een van jouw uitdagingen in het leven is om te oefenen en jezelf te ontwikkelen op het gebied van de expressie. Dus dat jij nu voor die camera staat, is geweldig. Is een geweldige maar dat stap. Vind ik ook. Hartstikke leuk om te doen. Ja. Kijk maar eens naar je duimpatroontje. Als je, ik weet niet of je dat kunt zien. Maar er zitten als het ware twee in elkaar gedraaide lusjes. Die draaien een beetje om elkaar heen zo. Ja. Ja, dat noemen we een lasso. En die lasso, dat is wel, om even iets over een specifieke kwaliteit van je te zeggen. Die lasso die zit op je duim. En de duim die staat onder andere voor wilskracht. Ja? Wat wil ik? En jezelf in de wil naar buiten brengen. En je hebt daar een bijzonder patroontje op, die ook echt op een bijzonder talent wijst. De lasso heeft namelijk te maken met het thema chaos. En mensen met dit kenmerkje op hun duim, die hebben het prachtige talent dat ze op het moment dat er ergens chaos is, bijvoorbeeld bij een receptie. Dat is heel vaak zo'n chaos plek, hè, van waar telefoon alles en tegelijk. Mensen. Ja. En mensen met lasso's, die zijn echt geweldig in vanuit die chaos orde creëren. Ja. En dat is echt een heel specifiek talent, dat als er ergens chaos is, Ali verschijnt, Ali kan. Dan blijf je rustig op dat moment. Ja, en je kunt orde creëren. Ja. Oké, dat is echt een heel specifiek talent van je. Ja. Hè? Dat kunnen omgaan met chaos en dan juist in je kracht komen te staan. En talenten zijn er om in te zetten. Dus wat dat betreft mogen ze blij met je zijn daar aan de baan. Ja, dat denk ik ook wel. Ik kan nog 24 uur doorgaan. Ja. Echt, dat. Nou, dan kom ik toch gewoon nog een keertje terug. Hartstikke leuk.